Paul Somoharjo, PL-voorzitter, die wordt er op 2 mei 2023, 80 jaar. In dat kader heeft hij gemeend om een cadeau terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de islamitische gemeenschap. En dat is dan de bouw of van de schutting van de vereniging van islamitische gemeenten in Suriname. En dat is dan de schutting die zal worden aangepakt. TBN Primalud die had er in samen met andere journalisten een vraaggesprek met de PL-voorzitter. Niet alleen over dit project, maar ook over zijn positie, zijn rol binnen de huidige samenwerking. Maar ook hoe hij kijkt naar politiek Suriname anno maart 2023. U hoort PL-voorzitter Paul Somoharjo. Ik 2 mei met de wil van de Almachtige 80. Het is de eerste keer met onze partij, mijn partij, de sociale kracht. Kijk, die aula daar hadden wij ook gebouwd. Die aula. We hebben veel gedaan. En wanneer wij hier zien, dan zien we midden in de stad een begraafplaats. Als je Kopenhamenstraat ziet, Jagra Lasman, dat is een mooie begraafplaats. Zo wil ik ook ten aanzien van aanzien mooi. En daarom zeg ik maar, bij Javaan is zo, wanneer je jarig bent, komen ze met cadeautjes, met bloemen, met envelop, met inhoud. Dus dit keer hoef je dat niet te doen. Dit keer wat ik je vraag, breng één steen. Ja, minimaal één steen, dan kunnen wij de begraafplaats van federatie, wat een grote organisatie, te omheinen. Ja, en dat is gelukt, want we hebben bij de opbouwprogramma van de Garuda, had ik meer dan 5.500 stenen gehaald. En nu hoor je van meneer Brunswijk, meneer, wat tekort is, wat nog nodig is, gaat hij bezig. Omdat wij samen zijn. Waar ABOP is, zijn wij, en waar PL is, komt ABOP. Zodoende hebben we een goede band, een goede samenwerking. En ik heb gezegd, we kunnen het samen doen, Gotong Royong verband, Amanakandi, dat is bij Marons, want door samen te zijn, kunnen we veel bereiken. Is dat ook de boodschap naar de samenleving om meer samen te gaan werken? Ja, ik begrijp wel de situatie, de samenleving klaar, maar in mijn jongere jaren, dat hadden wij die Sambatan, waarbij het hele dorp samen reis planten, hele dorp samen reis ook. Laten wij productief zijn, het is wel moeilijk, laten wij proberen in deze moeilijke tijd te survive, te overleven. Er komt niet een goede tijd. Wat het nog moeilijker gaat in de jaren 80, moet ik 3 uur lang, of vanaf 3 uur in de rij gaan staan om olie te krijgen. Niet alleen benzine, maar nyang-olie, uien niet te vinden. Dus we hadden ook nog voor hetere vuur gestaan. Wij hebben samen met Brunswijk de democratie, ja, letterlijk binnengebracht. Want je kent de jaren 80. En wat wij vragen, als de democratie aanwezig is, laten we de democratie onderhouden. Want als je niet onderhoudt, de democratie gaat weg, heb je geen vrij. Als het alleen om eten gaat, kan je ook in Zandebomen gaan, je krijgt vrij eten. Maar je hebt geen recht, je hebt geen vrijheid. Mijn verlang is waarvoor het omheinen van de begraafplaats, dat wij samen de democratie behouden. Dat wij samen de democratie die al aanwezig zijn, wat daarvoor gestreven, behouden en vertroetelen. Wat zijn uw plannen voor de rest van dit jaar? Want u wordt een gezegende leeftijd. Niet iedereen wordt dat. Wat zijn uw plannen voor de rest van dit jaar? Nou, er zijn veel. Kijk, na deze hebben we straks de Ramadan, het vaste voor de moslimbedden. Dus normaal, elk jaar geven wij aan de moskeegangers pakketten. Ja, niet, maar zijn moskeegangers. En dan hebben wij dan mijn jaardag zelf. Die, als ik hoor geluiden van bestuursleden die gaan groot aanpakken, dan hebben wij straks de Day of Wonchowo. Dat is de immigratiedag. Ja, die is nog een nationale dag geworden. Die gaan ook groot aanpakken. Dan hebben wij ook de Javanisme. Ja, die is toegelegd een nieuwjaar, dat wordt een nationale, die gaan we ook aanpakken. Dan kijken wij straks vakantie, ja, voor de school moeten we kijken wat hebben de kinderen nodig. Dus we moeten een beetje vooruit kijken, ja, want het is nu moeilijk, ja, voor de mensen die het echt moeilijk hebben. Daarom heb ik gevraagd aan de minister van Sociale Zaken, laten we helpen met die 1800 bijdragen, dat we niet zo te fijn kijken. We noemen het zo fini. En dan is het maar aan de echt goed. Ja, dat is mijn plan. En ik heb gehoord van de RVM dat ze meer dan 75.000 pakketten gaan vertellen aan de armen der Amsterdam. Maar heer Somoharjo, wij hier is mijn takkie
vooral van Monica Arta, 1800, dat men het politiek zal misbruiken? Nee, dat moet ik echt niet. Alleen wanneer je Pechaya bent, of wanneer je Abob bent, of wanneer je VHP bent. Iedereen komt in aanmerking. Ja, dus mensen proberen verwarring te stichten. Men probeert ook nu met de samenwerking van Abob PR. Daar zeggen die, ja, je moet met Abob werken. Want Abob naar rovers, en de Juka, de man naar rovers. En dan komen die Japanese. Want die Japanese naar verraders. Die man, en loop over. En ook de Malik Sapoen. Maar we moeten niet meer terugblikken naar het verleden. Laten we naar de toekomst. Wat kunnen wij doen samen voor onze kinderen? Want onze kinderen hebben het nodig. Dus we vragen voor onze kinderen. Wat zijn uw toekomstplannen? Want u heeft een heel lang traject als uw carrière gemaakt. Wat is uw plan met onze kinderen? Tot de kinderen moeten een goede toekomst hebben. We moeten de kinderen helpen met... vroeger hadden wij zo'n een huiswerkbegeleiding. Dat wij naar de kinderen toe gaan. Je hebt echt kinderen die excellent zijn. Je hebt kinderen die achter zijn. Die moeten ze begeleiden. En de, laten we kijken met het nieuwe plan van onderwijs. Hoe gaan we ermee leven? En niet begint dat ik die zeg. Hoe ga, nee, laten we samen kijken hoe we het samen kunnen doen. Wat vindt u de heden der dagen van politiek Suriname? U bent een van de oude politici hier in Suriname. Wat vindt u van de gang van zaken? Het is anders. In de tijd hadden wij geen computers, we hadden geen social media. Zelf als je, hoe moet je per brief de mensen aanzetten. Maar de social media moet niet te bond maken. Men moet de gemeenschap niet ophitsen en niet opruien. Ja, want dat zie ik ook. Als ik een misstap zou maken, als ik een vrouw zou omhebben, kijk, dan wordt dat helemaal een andere beeld gegeven. Zo, Mohadjo, ja, is geen politiek, misschien kraspolitiek. Ja, maar. En de boodschap wil ik geven, je mag commentaar geven, je mag je framing uiten, maar laat het niet overgaan naar 17 februari, dat we overgaan tot gewelddadigheid. Ik kreeg aan de Wanikasta, daar zie ik Kerpalani, ja, met hardbordenspammelen. Wat is het nut? Dan moet je echt gek zijn om iets gewoon kapot te slaan, zonder enige bedoeling. Echt, dan moet je daar niet bij zijn. Het is toch gebeurd? Het is toch gebeurd en daarom moeten wij met ons aan voorzichtig zijn. Als je iets kwaad ziet, iemand die niet, geef het door aan de politie, geef het door aan de OM, laat dit aanpakken. We hebben het een beetje aan de versterking van de democratische rechter, versterking aan de veiligheid. Laten we dat gevoel hebben, want we hebben nu een, hoe heet het, een city, ja, safe city. Laat het niet alleen, maar laat het overal zijn. Want als ik film zie, vooral film van India, van China, als je meer dan gaat het terug naar wat is daar gaan, dan kan je dat terugblikken. Heerser Mohadjo, we hebben met de vicepresident gesproken en hij zegt de president is kapitein, hij ziet zichzelf als matroos. Hoe ziet u zichzelf in die samenwerking? Ik heb gezegd, keer op keer, ik ben een bijrijder. Ja, de president is de captain, de man die achter is. Kapitein, ja. Ja, en de heer Brunswijk is naast hem. Ja, hij is co-pilot. Wij blijven achter, ja, de achterbank, maar we gaan niet slapen. Maar stel je voor dat we naar Olo. We gaan op dat e-press, naar Olo, dat werkt een beetje. Dat is onze taak. Ja. Wat wij ook willen, dat we ook erkenning. Niet alleen samenwerken, we willen ook samen delen. Ja, dat als iets is dat wij met elkaar in dat samen, dan brengt de harmonie meer naar buiten. Hoe staat het met het verjongen binnen uw partij? Want u bent de voorzitter, nog steeds de voorzitter. Maar hoe staat het met de verjongen in uw partij? Veel. Kijk, je hebt gezien, Pront is naar voren geschoven. Niet omdat hij mijn zoon is, omdat hij het misschien goed deed. Je hoort van, we zijn nu aan oogscholing. We starten in de maand maart met een politieke hogeschool. Waarbij deskundigen, docenten gehaald worden om onze jongen te trainen. Want als je in de politiek gaat, ga je streven naar zitten, naar de winst. En de vraag is, als je wint, wat doe je met de winst? Stel je voor, je hebt een ambassade nodig. Je hebt een directeur nodig. Dan moet je niet meer gaan zoeken. Nee, we hebben kaders. Dat is onze doel. Dus jongeren die nog buiten zijn, die nog, ja, misschien nog geen tehuis vinden, misschien wantrouwstandig met de politiek. Politiek is vies. Nee, ben ik dat zeg, als je niet met de politiek bemoeit, gaat de politiek met jou bemoeien. Ik had in de tijd ook geen belangstelling voor de politiek. Mijn passie was organiseren, songfestival, misverkiezingen enzovoort. Maar toen had Tonge me geroepen, aangetrokken. Nu zijn we ook weer te scouten. Als ik vind, ik ben goed, dan ga ik later, kom join. Heer Mohadjo,
U wordt 80 jaar. Hoe lang zit u in de politiek in totaal? En wat is de legacy dat u denkt dat u zal achterlaten voor Suriname? Langer dan 50. Ja, ik heb gehoopt snel te eindigen. Maar ik heb geleerd, never quit when you lose. Dus bij de eerste overwinning bedank ik. En ik heb de vaste vertrouwen. Als je ziet hoe mensen terugkomen. Ik zie mensen als Lelers, die was ook parlementair, die is ook terugkomen. Mensen die kandidaten waren bij Hafidi, voor Diana van Ikeri, voor Mariette van Wanica. Die allemaal terug. En die jongeren, de enthousiasme is bijzonder groot, gelet op een belprogramma. En als we winnen, kom ik eens in. Dat is heel klaar. Ik heb gezegd, dan kan ik met volle borst zeggen, mijn taak is volbracht. Wat is uw taak? Wat heeft u taak gezien? Dat de politiek, dat de ideale sociale kracht van PL wordt voortgezet.